Ja, je bent ook al een dagje 20 bij jou, Meter. Ja, zeker. Ik wou graag gewoon even een klein verhaaltje vertellen waarom wij onder andere deze actie begonnen zijn en waarom we onder andere op de SP uitgekomen zijn om onze belangen te verdedigen. Nou, dat kwam omdat de heer Roemer in de tijd op 34 zetels stond. Hij heeft het helaas een klein beetje afwachten weten de laatste week. Maar we hebben nog steeds vol vertrouwen dat het linkse blok zal gaan overwinnen en dat de wietkas zal verdwijnen. We zijn op 23 augustus begonnen met onze actie in Maastricht. En het was een hele hete dag en het zonnetje de brandloze gek. Maar de opkomst was bijzonder groot. En er waren heel veel mensen die onze actie al meteen een flinke riem onder de vodden geven. We noemen dat een hart onder de riem stoken. En ja, we zijn met vol enthousiasme doorgegaan. En er zijn heel veel verschillende reacties tegengekomen door heel het land. We hebben onder andere een huilende koffieshop medewerker ontmoet, die gewoon zo verslag was eigenlijk van de steunen van de actie, die ze eigenlijk nooit ondervinden van niemand die alleen maar vecht tegen de bierkaart en vecht tegen de gemeentelijke wetgevingen. We zijn in het noorden van het land geweest, we hebben steunen gekregen van burgemeestervaders in Groningen, Leeuwarden, Haarlem, Den Haag, Amsterdam, die allemaal in Rotterdam, die allemaal niet aan de wietpas willen. En waarom zou één man, zoals meneer Ivo Opstelten, die eigenlijk alleen maar in een eigen grote villa zit, en dan ook nog eens in Den Haag in een torentje of in een van de gebouwen die nooit in de wijken komt, waarom zou hij uitmaken wat goed is voor onze bevolking en voor onze kinderen? Want daar gaat het eigenlijk om. We hebben in de jaren 70, 80, hebben we duidelijke onderscheid weten te creëren voor het gebruik van soft en harddrugs. Ik kom uit Amsterdam, ik heb 30 jaar een koffieshop. Ik weet hoe het vroeger was. De shop werd overstoomd door junken. In de portieken zaten ze te kaarten. Er werd overal gedeeld. En ik heb er 10 jaar over gedaan om de alcoholist en de junk uit de zwaar te krijgen. Nu creëren we een situatie die we helemaal gaan naar die situatie. Straatdealers, en nu zie je ze nog maar weinig hier in de buurt. Maar op een gegeven moment zal het hier ook vol staan. Want het zit ook bij de grens. En als die Nijmegen dicht is, dan stoppen ze liever eerder in Os dan in Nijmegen. Dus hier gaat het allemaal gebeuren. Wat wij in Amsterdam in de 70, de 80 jaren hebben meegemaakt. Ik ben hier speciaal om René ook een hart in de riem te steken ter gevecht tegen de gemeentelijke verordeningen hier in Os. En ik hoop, en ik heb begrepen dat ook de discussie weer op gang zou komen hier in Os. En ik hoop echt dat binnen afzienbare tijd de koffieshops hier in Os weer open kunnen gaan en op een normale manier hun bedrijf kunnen voeren. En ik hoop dat jullie allemaal stemmen op de SP of op de PvdA. Weet je wel, maak één partij de grootste. Laat ze alsjeblieft niet nog een keer Rutte krijgen. Want het is de ondergang van allemaal. Harry, dankjewel. We schoten pauze, Harry.